Jawel, daar komt hij aan. En dat gaat hem lukken binnen die 19 minuten. Nick Marsman die gaat finishen in 18 minuten 54 officieus gemeten. En dan zien we in de vet ook natuurlijk de nummer 2 en daarachter de 3. Maar het is mooi om te zien, hè, dat Nick een grote afstand genomen heeft op de rest van het veld. Daar komt de nummer 2 met het nummer 331, Jippe Laschuit van AV 34. 19 minuten 31 officieus, goed gedaan Jippe, hele mooie tijd. En de nummer 3 is er ook, die komt er ook aan en dat zal dan William van Eken zijn van de Vechtdal Lopers. Helemaal goed, 19 minuten 46 officieus en daarmee hebben we de kop, het eerste podium in ieder geval op de 5 kilometer binnen. En op de vierde plek, dat is Mark Averes. Op de fiets hierheen gekomen, dan even 5 kilometer lopen en ongetwijfeld op de fiets weer terug. Applaus even voor deze Mark Averes van AV Reizen. Goed gedaan, man. 20 minuten en 14 seconden officieus. Even goed om te noemen, de tijden die je dan ziet, dat zijn de officieuze tijden. Later wordt die door de jury vrijgegeven en dan zijn ze officieel. 1, 2, 3, 4. Harald Huiszoon komt hier binnen. Jawel, geef de man een applaus. 20 minuten, 40 seconden. Ja, ik heb het best wel. Rutger Jan Lussenveld. Goed gedaan, joh. Onder die 21 minuten op deze 5,4. En Mark Groot Bronsvoort uit Marienheim, de man uit Marienheim. Dan zometeen gezamenlijk over de streep de gebroeders Sander en Thomas Penning. Jawel. 21 minuten, 24 officieus. Dan gaat het handje even op elkaar en dat betekent dat die prestatie goed is, hè. En tevreden gezichten zo te zien. Ruben Benter. Hey, jawel. De eerste dame, Gerria Zielman. Gerria Zielman. Van de BB lopers in 21 minuten en 44 officieus. Dat is goed, hè? Elke Pronk, de tweede. Nee, dat is wel de eerste dame in haar categorie. Elke Pronk, goed, hè? We kennen haar natuurlijk van de 1 kilometer, van de 2 en nu ook van de 5. Elke, fantastisch, joh. Gefeliciteerd. Best wel Klumperman die we daar binnen hebben. En we hebben ook Michiel van der Vist. Dus we hebben de eerste twee dames in de... hun eigen categorie binnen, dat is Gerria Zielman bij de vrouwen 35. En bij de vrouwen is dat Elke Pronk van Athletics. Daar zien we Sanne Averes binnenkomen. Sanne Averes. Dat wordt dan de tweede dame achter Elke Pronk. Geef haar applaus, hè. Goed gelopen, Sanne. 22 minuten, 43 officieus. Robin Steentjes die gaat finishen. En Diederik van der Woest. AV Salland uit Raalte, 23 minuten en 7 seconden, officieuze tijd. En dan hebben we de derde dame, Tessa Meesters van Athletics. Goed, hè, Tessa? De meeste is een goede tijd gelopen en kort daarachter de vierde dame, dat is Dania Gortmans. Nou, dat is dan nog een strijd geweest tussen die twee vrouwen
in hun categorie. Nou, dan doen we goede zaken met Athletics. Elke Pronk eerste en Tessa Meesters. Dick Cosmes, dat is de eerste man bij de mannen 50. Applaus even voor Dick, goed gedaan. En daar hebben we Aldert Zomer. 24 minuten 17 en Aldert, dat is ook de eerste man bij de mannen 60. Kijk, en als je dan nog gewoon dik binnen die 25 minuten zit, dan doe je het goed, hè? Wilfred Woesthuis, dat is de tweede man in de categorie mannen 50, 24 minuten 35 officieus. En daarachter de tweede vrouw, Thea Ruiter, bij de vrouwen 35. Gefeliciteerd Thea, goede tijd, 24 minuten 44 seconden. Kijk, en het wordt steeds wat drukker bij de finish en zo groeit dat podium ook steeds voller in de verschillende categorieën. Jannes van der Vechten uit Heino. 25-12. Dan hebben we hier de eerste man bij de mannen 40. Dat is de man uit Rosmalen, Pasterkamp. Heel goed gelopen. Dan hebben we bij de tweede Ron Jansen bij de mannen 40. Ook prima tijd. Saline Jansen komt daar binnen, Peter Thijhuis bij de mannen 40. En dan hebben we het podium bij de mannen 40. Dan hebben we dan ook compleet. Daar komt Anneloes Marsman, jawel. Kort daarachter is dat Thomas Otterschot. En dan de vierde man in de categorie mannen 40, Arjan van Gaal. De man uit Nijverdal, goed gedaan. En hij is tevreden met zijn tijd, anders dan gaat dat handje niet te luchten. Bij de... Wenke Berends binnen uit uw knobben. En Wenke was vierde bij de mannen, bij de vrouwen 35. Kijk naar Nij Bijvank. Ja, natuurlijk zien we haar ook bijna elk jaar weer terug op hier op deze afstanden. Dat is mooi, hè. We hebben Nardi Elling Schuurman. Nardi Elling, je hebt goed zo, 26-55 officieus. We zitten nog binnen die 27 minuten. Nog even aantrekken, we gaan er nu doorheen. Michel, nee, eerst nog Remco Brink. Die is derde geworden bij de mannen 50. Daarachter Michel Timmermans. Dan hebben we bij de mannen 60. Jawel, Albert Harmsen. Geef hem applaus, hè, want hij is tweede geworden bij de mannen 60. Dat doet hij in de tijd van 27-15. Elke Temmers gaat hier finishen. 27,50. Goed? Ja. Mooi. Je hebt nu de bij. Gerrit Heinsman, dat is in de categorie mannen 50. De vierde die gaat finishen. En dat doet hij in een tijd van 28. Nog even stukje. 28,15. Goed gedaan. Ernst Heidsma, die maakt het podium compleet bij de mannen 60. Natuurlijk een vaste waarde hier bij de lopen en hij heeft een keurige tijd gelopen, 28-25 officieus. Daarachter Mayo Hansen. En Heidi van Egmond gaat daar samen met Rodi Brink finishen. Kijk,
Dat is Rogier Thewis die daar binnenkomt. Goed gedaan, man. Elko Tjersma. En dan Martin van Goor en Monique Kasting. En dat ziet op een goede samenwerking uit, zo te zien. Komt bijna samen de finish over. Dan hebben we Marielle Langkamp en Carolien Tellerenkamp. Netjes, en we zitten nog steeds binnen dat half uur, hè. 5,4 kilometer nogmaals, dus dat is heel knap, hè, als je dan binnen die 30 minuten nog gaat finishen. We hadden daar Lynn, Vlee Egberts, Emiel Dassela, Jeroen Landkoren en dan hebben we... Daar komt Patricia Poularens, jawel. Jolanda Lensing en Nick Meijering, Nike Meijering is het. En Annemieke Kolthof. En we zitten nog steeds binnen dat half uur op die 5,4. Kom, Hanna van der Tuin. Trek hem nog even aan, dan zit je binnen de 30 minuten. Goed zo. En dan Witte. Over de finish gekomen daarvoor. En Anna Pot komt zo meteen binnen. Eva Bos. En zo hebben we best nog wel een aantal mensen op het parcours. We zijn nu een half uur ruim onderweg op die 5,4 kilometer. We hebben nog een kwartier voor de start van de 2 kilometer. En dat is mooi om te zien, hè, dat we in het veld van 5 kilometer lopen die daar met de armen de lucht in komen. We zijn 31 minuten, bijna 32 minuten onderweg. Maar de prestatie is natuurlijk heel goed. Hè. We hebben daar binnen zien komen, Annemieke Laman, Danielle Baan, Ellen Bokman en Jeremy Schuil. Daarvoor nog Jacqueline Pilaar. En zo blijft dat nog even doorgaan, dat hele veld van deelnemers, van lopers en lopers, loopt dus op de 5 kilometer. Thank you.
Waar? Jawel, daar is de B1, hè? Jawel. Onder leiding van Kevin. Check niet, wie er blijft nog een finisher van de deelnemers op de 5. We zitten nog binnen de 35 minuten. Dus zet nog even aan. Ik heb de stokfietsen nog niet gezien. Dus dat betekent dat we nog even doorgaan. Maar dat we ons wel op gaan maken voor de start van de 2 kilometer. We hebben nog 10 minuten voor de start van de 2 kilometer. De 2 kilometer die gaat hier natuurlijk van start en die lopen dan 2 rondjes over het park. En als we dan kijken, vorig jaar Jonas Pijpers, die was toen de winnaar. Nee, dat was op de 1 kilometer. Op de 2 kilometer was Georges Kampman. Die was de winnaar en die deed daar over 6 minuten 35 seconden. Het Keijhuis van onze eigen atletiek, zullen we maar zeggen, die zat daar achter. 6 minuten 46. En Wesso Klumperman in de atletiek in 6 minuten 51. Bij de meiden, Marlot Brugging. En die deed daarover 7 minuten en 25 seconden. Tessa Meesters, en die hebben we vandaag op de 5 kilometer zien finishen. Vorig jaar nog op de 2. En die deed daar toen over 7 minuten 53. En Monique Timmer van Athletics, vorig jaar 8 minuten 51. Nou, ze kijken ook deze tijden aan vandaag op de 2 kilometer van de deze omstandigheden. Nou, de wind hier hebben we mee. Dat zal echt niet van invloed zijn op de tijd die zometeen gelopen gaan worden. We hebben nog steeds finishers op de 5,4 kilometer. Anja Merhoff die daar binnenkomt, nog net onder die 37 minuten, dat is goed hè? En dan, zullen er nog ongeveer zo'n 3-4 lopers op het parcours zijn. We hebben hier bij de finish heel veel mensen staan en een van die mensen dat is kleine Joelle. En Joelle zoekt haar moeder. En Chantal, oude vader is ook weer naar je, die dokter staat achter je. We hebben nog een finisher. Kijk uit. En die doet dat in 38 minuten en 5 seconden officieus. Jeanette Torny. Eigenlijk bijna iedereen binnen zullen als er 2 à 3 lopers op het parcours zijn. Maar we gaan ons natuurlijk opmaken voor de start van de 2 kilometer. En daar zien we veel atleten ook van Athletics natuurlijk aan de start. Zometeen de Rabo Junioren Run. Daarbij zijn natuurlijk het podium medailles te verdienen. We gaan zometeen starten, 1:15.
tevens zit daar een loting aan vast. En dat is een bowlingbom. Met alles wat daarbij hoort op die 2 kilometer. We hebben niet zo heel veel deelnemers op deze afstand. Maar het zal wel ongetwijfeld hard aan toe gaan. Die gaan hier zo meteen starten. Dat zijn Lars van Olst van Athletics, Gert Thijhuis, natuurlijk Gert Thijhuis van Athletics, Pim Bakker, dat zijn ook mannen die we altijd terugzien. En in het crossseizoen, maar ook hier bij de landaanloop, hebben we Jan Hiltjesdam, Anna De Ligt uit Almere, hebben Luc Kappert, hebben Camille Nekkers, Daisy van Emmerik, dat is mooi hè. Dat is die afdeling van Sialbo uit Epe. En die gaat ongetwijfeld hier ook hoog overgooien, daar ben ik van overtuigd. Britt Oplaat, Milou Oplaat uit Diepenheim. We hebben Ruben Hartkamp, we hebben Laurens ten Brinke, Chris Wessels van Athletics en Sylvia Westen. Die atleten die gaan zo meteen die 2 kilometer hard maken. Dat zijn in totaal 14 atleetjes. Oh. We hebben nog 5 minuten voor de start van de 2 kilometer. 5 minuten. Voordat we gaan starten wil ik meteen even de mensen van de 5 kilometer de podium plaatsen richting het terras hier op het Landalpark. Naartoe dirigeren in ieder geval, dat is bij de mannen senioren. Nick Marsman is eerste geworden, tweede is Jippe Laschuit. Nick Marsman deed dat in 18 minuut 55, Jippe Laschuit 19:32. En William van Eken van Bergdallopers, naar terras. Juist, helemaal goed. Dan bij de mannen 40. De heer Pasterkamp uit Rosmalen, eerste geworden in 25-20. Ron Jansen van Koplopers, 25-25. En Robert-Jan Jansen uit Raalte. En die zat daar heel kort achter, in de fractie daarachter, 25-25. Bij de mannen 50, Dick Posmus. 24-07, Wilfred Woesthuis, 24-36 en Remco Brink, 27-03. Bij de mannen 60, Albert Zomer, 24-18, Albert Harmsen, 27-13 en Ernst Heijs.